Yo mensen van Sven en Koen, mijn naam is Koen en voordat de video begint hebben we een kleine update over onze carwash spullen op carwashforyou.nl. Iedereen vroeg ernaar, wij hebben bij onze gratis producten die iedereen krijgt, ook al bestel je een luchtverfrisser, een doekje, alles, hebben wij nieuw een gratis blikje Espresso Monster bij elke bestelling. Dit zijn de bestellingen van deze dag, die gaan we even inpakken en iedereen krijgt gewoon een gratis blikje en natuurlijk de andere gratis dingen die hier liggen, 3 gratis samples, een boekje en dat is het en nu een gratis blikje Monster. Wij gaan nu naar Tuning Service Huizen, dus let's go. Holy shit. Hoe krijg je dat voor elkaar? Oh, kijk hier allemaal auto's. Nee, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Het is net gebeurd. Hij lag op zijn kant, hè, en er zat nog iemand in, dus ik wilde echt niet filmen. Het is net gebeurd. Ja. Dus ik wilde niet, weet je. Nee, je ziet ook geen mensen, denk ik, of nee. Nee, want ik had juist de achterkant het hier op zich, maar er zaten allemaal mensen omheen. Ja, het is echt vers. Dit was net echt gebeurd. Net gebeurd. Maar wij gaan in ieder geval naar Huizen. Ja. Dus, welkom bij de vlog. Welkom bij de vlog. Kijk, en de politie is onderweg. Ja, die gaat daar meteen heen. Ja, die gaat daar echt vers. Ja, het is echt vers. Als wij misschien een minuutje eerder waren. Ik hoop alleen dat er niks is gebeurd met die mensen. Nee, ik denk het niet. Want anders was niet echt heel veel paniek qua mensen. Nee. Van, oh mijn god, helpen, helpen. Nee, we waren gewoon aan het helpen hem uit de auto te halen. Maar zo erg zag het er. Nee. Maar één auto was beschadigd en dat was die op de zijkant. Ja, dus ik vraag me af hoe je hem. Door die bocht heen. Ja. Nou, ik hoop dat, dat het goed is. Ik denk het wel. Koen, we staan hier al misschien wel bij onze droomauto, ons einddoel. SVR Jaguar. Een SVR Jaguar. Kijk wat een ding. Mooie stoelen, eerlijk is eerlijk. Ja. Hele mooie stoelen. Hele mooie stoelen. Hij moet straks, als het goed is, 600 pk moet eruit komen. Ik vind hem ook laag, qua past hij op de dyno. Ja, inderdaad. Er is ooit een Lotus geweest, die past, dat was gewoon te laag. Ja, maar die Lotus was wel heel laag. Maakt dat natuurlijk wel, maar even serieus, check die kont van dit ding. Hey, dit is toch, ik vind dit echt bruut. Dit is echt vet. Dit is echt bruut. Ja. Ik ben wel benieuwd wat mensen hiervan vinden. Want wij zijn van de Peugeot. Ja, maar je ziet dit niet vaak rijden. Wat die man ook zegt van, ja, hij doet mee aan dat Street Gessem. Ja. Dat echt een grote organisatie. Er zijn zoveel Lambo's, Ferraris naast elkaar en dit is er gewoon niet. Nee, dit is gewoon best wel uniek en wij houden van unieke dingen. Vandaar dat we ook een Peugeot rijden en geen Volkswagen Golf of een weet ik zijn wat. Er of wat dan zoveel van. Zijn er ontzettend veel van. Kwalitatief merk je dat natuurlijk wel van een Golf en dat soort dingen, dat wat beter is. Eerlijk is eerlijk, we moeten wel eerlijk blijven. Maar dit is ook kwalitatief heel goed. En dit is ook weer inderdaad iets wat niet iedereen heeft. Duits, dit is Engels. Dus mensen, laat me even weten, wat vinden jullie van een SVR? En we hebben ooit in die hoe heet het? F-Type gereden. F-Type gereden, inderdaad. En die wil ik eigenlijk wel. Ik ben benieuwd hoe. Geen originele, het is echt een andere uitlaat, alles is. Ik ben heel benieuwd. Hij gaat de dyno op. Ja. Op naar de 600 pk misschien wel. In zo'n ding. Ik ben heel erg benieuwd of die op de dyno past. Dat is een relatief lage auto. Hij heeft hem net al opgemeten, dus er moet vrij weinig tot niks fout gaan. Maar dit is altijd een spannend moment. Daar gaat hij, jongens. Voorzichtig erop. Kijk. Past gewoon prima. En hij staat nu. Hij past er perfect op. Hij past perfect op. Ik ben trouwens vergeten om mijn haar te doen, dus dan jullie denken, wat heb jij gedaan? Kijk. Hij wordt even recht gezet. Op naar de 600 pk, jongens. Ik zou 600 pk moeten leggen. Lijp hoor. Zo! Jeetje! Ik had het niet verwacht. Ik zei net nog tegen hem, is het veel harder dan origineel? Dat hoor je zo wel. Ik zei net, ik vind die eindstukken wel jammer. Daar blijf ik nog steeds bij. Ja. Want ik vind wel de SVR eindstukken heel erg mooi. Maar wat een geluid. En die deuren zijn vet, hè? Dus raamloos. Ik ben heel benieuwd, man. Ik doe mijn gehoorbescherming. Ja, ik ook. Ja. Echt, meteen. 0 naar 100 in hoeveel seconden? Rond de 3, ja. Zo. Rond de 3 seconden. Hij is getuned, stage 1. Oh wel? Ja. Dus ik hoop 600 pk. Dat zou echt heel leuk zijn. Thank you.
was hem al. Dit was sick. Dat was hem. Hij heeft de uitslag al. De uitslag staat er nu op en ik ben heel benieuwd. We kijken maar. Even doorluchten. De uitslag, de uitslag, de uitslag. 585. 585. Oeh. Geen 600. 585 pk, het is een 5. Zo mokerhard. Ja, was dit niet... was niet. Ik dacht bij mijn koptelefoon, ik kom harder aandrukken, ja, want het geluid was zo hard. Het was echt extreem. Kijk die binnenkant, hoe vet dit eruit ziet. Ja, ik vind het echt een hele bijzondere lijfauto. Dit is wel echt een droomautootje. Ik hoop dat we echt een rondje mee mogen rijden. Het zou wel lekker zijn in een 585 pk'tje. Zeker. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik in de auto zit, wanneer die wordt gemeten, Sandrine. Jij zit er wel vaak in, volgens mij. Ik doe het voor de eerste vandaag. Ja, het is een stage dag. Ja. Oh, je voelt wel een beetje zo mooi, 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 mooi. Hobbelen. Ja, een beetje, we gaan 4 meter even voor de fun, want 5 hebben we al gedaan. Ja, precies. Die ja. is wel erg, erg hard, zeg maar. Ik wil dat het eens ervaren. En hier kan je alles op zien, qua toeren en dingen. Ja. De snelheid. Lambda zit er nu niet in, maar het is puur even een fun meting natuurlijk nog. Je zit in zo'n 4. Ja, deze zou je eigenlijk in de 5 willen pakken, maar... maar voor de meting doen we even 4. De eerste keer is het nodig zijn om je verlies te calculeren. Dus okay. je moet je aandrijfverlies calculeren om je krukasvermogen te kunnen berekenen. Oké, okay, ik snap er helemaal niks van, maar... Kijk, een dyno meet alleen maar wielvermogen. Oh, oké. Okay. En niet de motor natuurlijk. Nee, dan zou je motor eruit moeten om je krukasvermogen te... Precies. Maar daarvoor is er dus een methode om dus verliesmeting te doen. Oké, okay, vet. Ik tril hem helemaal weg, ben helemaal afgeleid. Ik wil dat trilletje even begrijpen. Maar lijp, hoe heet die? Vierde versnelling, 563,6, torque 710, 715. Bizar. Het is echt zo'n rap ding hoor. Wat lekker warm in deze auto. Ik wil vaker mee erin, want ik vond het wel vet. Dat is grappig, hè? Dat is wel echt vet. Het is echt raar dat je zo gewoon even... Hoe hard reed je net? 160, 170? Nee, 210, 220. Oh. 50 ging net tot 280. 280. Jezus jongens. En echt de dikste wagens hier ook. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. We moeten hier even wachten. Is... Geef jij eens gas met deze. Hoeveel harder is deze? Harder dan de RS3, hè? Winnen we niet. Bart, iedereen vraagt in de comments, wanneer gaat die Renault even een refje gooien? Deze rode? Ja. Maar dit is een diesel. Ja, maar we willen dat wel horen. Ja, maar ik kan hem reffen, maar het is... Wat heb je bij GB laatst gedaan? Bij GB hebben ze er een custom uitlaat onder gezet vanaf het roetfilter. Nou, laat ze horen. Het roetfilter eronder. Ja. Is vanaf roetfilter 2,5 inch naar achter. Laat maar horen. Nou, de Jaguar gaat! Ja, het is niet normaal, hè? Jeetje. Die van Bart is harder. Jezus. Dit is echt een circuit. Ja, de politie komt straks weer, hoor. Ja, dat denk ik ook. Dus pleiten! Bedankt voor het kijken. Wij gaan eten. Later. Later.